is Rocco Aversi, het voorlichtingsprogramma van het ministerie van Arbeid. Verschillende landen die lid zijn van de Internationale Arbeidsorganisatie, die Engelse afkorting is ILO, die moeten regelmatig arbeidsstatistieken verzamelen en publiceren. Zo ook Suriname. De bedoeling van arbeidsstatistieken is om die samenleving inzicht te geven in bijvoorbeeld de verdeling en opbouw van de beroepsbevolking, in bijvoorbeeld werkgelegenheid, werkloosheid, in arbeidsongevallen, minimumuurloon en zo kunt u dat rijtje vullen. Met betrouwbare statistieken zijn beleidmakers, ondernemers, investeerders in staat heel goede en doelgerichte sociale en economische plannen te maken. Ik praat vandaag hierover in deze aflevering met Naomi Esaias-Frippersen. Mevrouw Esaias is hoofd van de afdeling arbeidsstatistieken op het ministerie van Arbeid. En ik heb er hier naast me, Naomi, welkom in het programma Rocco Aversi. Dit is de eerste keer in Rocco Aversi. Yeah. Het kan dat ik je in het verre verleden in het programma had toen. Je weet hoe we die afleveringen deden voor aan het begin van het jaar 2000. Mm-hmm. Nee, niet. Want ik heb intussen van je begrepen in het voorgesprek dat je 2005 bent begonnen op het ministerie. Ja, 2005. Oké, Naomi, hoe lang doe jij arbeidsstatistiek op het ministerie? Oké, ik doe 14 jaar nu arbeidsstatistieken op het ministerie. Ik ben in 2005 ben ik binnengekomen, binnen een arbeid. En vanaf 2006 ben ik dus zeg maar te werk gesteld op, het, op de afdeling arbeidsstatistieken. En daar was ik dus eerst de coördinator en daarna werd ik dus afdelingshoofd. En ik moet zeggen dat het is natuurlijk een uitdaging als je met cijfers bezig bent. Alle dataproducenten zullen dat met me eens zijn. Maar het geeft wel een voldoening. Wanneer je ziet dat mensen de data gebruiken, beleidsmakers gebruiken de data. En vooral studenten die de data gebruiken voor hun afstuderen. En daarna komen van, mevrouw, ik heb het gehaald of ik heb uw data gebruikt. Dus ik moet zeggen, die 14 jaar, voldoening. Geweldig. Oké, en arbeidsstatistieken, wat zijn dat? En hoe zou ik arbeidsstatistieken moeten plaatsen in die lijn van ontwikkeling die we willen bereiken in dit land? Hè? Mm-hmm. Dus misschien kan je beginnen met arbeidsstatistieken, wat die precies zijn. Oké, de naam zegt het, je hebt arbeidsstatistieken, soms zegt men ook arbeidsmarktstatistieken. Het zijn statistieken, cijfers, die in principe iets vertellen over situaties, trends op die arbeidsmarkt. Je hebt een sociaal gedeelte, daar kan bijvoorbeeld, kan je daar uit die statistieken halen, dingen over mensen die pensioengerechtigd zijn. Je kan beleid bijvoorbeeld maken in verband met decent work. Maar je hebt ook het economisch gedeelte, waarbij je kan zien hoe doet die economie het, toch? Ja. En voorbeelden bijvoorbeeld van arbeidsstatistieken zijn arbeidskosten, werkgelegenheid. En dan praat je dus natuurlijk, als je hebt over die arbeidsstatistieken, dan praat je dus eigenlijk over trends, over de vraag en het aanbod van arbeid. Hè? Want dat houdt die arbeidsmarkt in. Ja. En als we het hebben over, wat ik ook erbij wil zeggen, bijvoorbeeld ook, wij hebben bijvoorbeeld op het ministerie statistieken over werkvergunningen. Dat zijn ook arbeidsstatistieken, omdat die iets zeggen over het aantal vreemdelingen op die arbeidsmarkt, waarmee natuurlijk het ministerie van Arbeid aan de slag gaat om ook beleid te maken. Je hebt, als we praten over de ontwikkeling van statistieken in het algemeen en arbeidsstatistieken in het bijzonder voor de ontwikkeling van het land, het is van eminent belang dat er arbeidsstatistieken zijn. Waarom? Omdat, zoals ik al net zei, je kan de economische trend volgen. Hoe doet je land het economisch? Toch wat bijvoorbeeld het minimumuurloon, arbeidskosten, werkgelegenheid. Dat is een hele goede economische indicator om te zien wat is je arbeidsmarktbeleid in dat land.
Je kan beleid maken op, wat ik zo net al zei, decent work. Arbeidsomstandigheden, wat zijn de arbeidsomstandigheden in bedrijven? En als jij beleid kan maken daaromtrent of op basis van betrouwbare arbeidsstatistieken, dan ga je die ontwikkeling van dat land natuurlijk omhoog brengen. Want als ik bijvoorbeeld ook een concreet voorbeeld mag geven, we hebben recentelijk dat van het minimumloon gehad. Ja, ja. Oké. Die wet is niet zonder meer tot stand gekomen. Het is op basis van statistieken is men nagegaan van hoeveel bedrijven betalen, wat is de economische situatie nu in het land. En dan gaan we aan de hand daarvan dat loon optrekken, zodat die arbeider daar profijt van kan krijgen. Ja? Dus dat is de link die gelegd wordt met arbeidsstatistieken en de ontwikkeling van het land. En natuurlijk zijn er nog zoveel andere dingen die je kan aanhalen, bijvoorbeeld onderwijsstatistieken worden ook gerekend tot arbeidsstatistieken, omdat in principe door het onderwijs, het aanbod van onderwijs, je de mensen ready maakt voor die arbeidsmarkt. En als men bijvoorbeeld wil weten wat is de carrièreplanning, wat wil ik daarna gaan doen, dan heeft men natuurlijk statistieken nodig. Welke trainingen zijn er, wat wil die arbeidsmarkt, wat willen werkgevers. En zo werk je dan ook aan de ontwikkeling van het individu en in het algemeen van het land. Geweldig, maar heel belangrijk. Dus je ziet eigenlijk wat het belang is van die cijfers, data, statistieken. Ja, ja. Ik kan me herinneren, hoor, Naomi, dat ik een keertje in een... En ik wil dus daarmee de kijker ook aangeven wat het belang is van statistieken voor, niet alleen voor ondernemers en voor studenten en voor beleidsmakers, politici, maar gewoon een eenvoudige voorlichter als ik heb me een keertje ook moeten beroepen op statistieken. Mm-hmm. Ik kan me herinneren dat in een voorlichtingsprogramma ik de uitspraak deed dat die wet minimum uurloon, nu is het minimumloon, dat die wet niet zeg maar van toepassing is als je kijkt naar die arbeidsmarktsituatie op veel werknemers. Omdat er toch, zeg maar, omdat de meeste werknemers nogal ver, nog, zeg maar boven het minimumuurloon verdienen. En aan mij werd gevraagd van ja, maar op basis waarvan zeg je dat? Mm-hmm. Ik bedoel, die uitspraak die je doet, hè? Heb je cijfers? Mm-hmm. En gelukkig had ik voor die discussie doorgenomen die bedrijventelling van ABS 2016. Ja. En daar hadden ze aangegeven dat er sprake is van 89% van kleine ondernemingen. En die bedrijven, dat aantal is van 89%, vertegenwoordigen, dacht ik, in totaal 89%, dragen bij 89% aan werkgelegenheid. Mm-hmm. En ze hebben dus aangegeven, die kleine bedrijven, die zijn bedrijven van 1 tot 10 werknemers. Ja? En die grote, middelgrote bedrijven, die zijn, zeg maar, dat is zeg maar het resterende deel, 11%. Mm-hmm. Maar de meeste werknemers werken wel bij die bedrijven. En dat is in totaal 68%. Dus die bedrijven bieden werkgelegenheid aan 68% van de werknemers. Mm-hmm. Dus op basis daarvan heb ik mijn conclusie kunnen trekken. Yeah. Dat 39% werkt bij misschien veel meer bedrijven, maar het zijn kleine bedrijven. Yes. Maar die bedrijven zeg maar, dragen bij slechts 39% aan werkgelegenheid. Yeah. En dus mijn ervaring die ik heb als voorlichter is dat het vooral die kleine bedrijven zijn, de teambedrijf, zeg maar spa idee. Ja, ja. En dat zijn die bedrijven die werknemers het minimumuurloon willen betalen. En soms niet eens dat bedrag zelf. Ja, want heel veel zitten daaronder. Ja, dus ik wil daarmee zeg maar een voorbeeld aangeven van hoe, en voor de kijker, hoe belangrijk het is om die statistieken te hebben. Dus onderschat daar staan dat niet. Heel belangrijk, als voorlichter weet ik dat. Maar ik ga ervan uit dat andere, je noemde studenten, maar zeker beleidsmakers, politici, werkgevers, die zullen dus die informatie nodig hebben. Ja. En ik zit me even af te vragen voor Naomi. Die statistieken die arbeid verzamelt, je moet verzamelen, ik neem aan, je gaat naar personen of naar instanties, of je vraagt die medewerking van ze om die informatie die zij hebben met je te delen, of om die informatie ter beschikking te stellen aan het ministerie. Hoe gaat dat in de praktijk?
Krijg je die medewerking ook? Ja, laat me zeggen, de grootste dataleveranciers mm-hmm. voor de afdeling arbeidsstatistieken zijn eigenlijk afdelingen van het ministerie zelf. Afdelingen die de data eigenlijk verzamelen en wij krijgen dan de ruwe data. Bijvoorbeeld, als ik een voorbeeld mag noemen, dat de registraties van werkzoekenden krijgen we bijvoorbeeld van de afdeling bemiddeling. En we hebben, maar we hebben wel een goede samenwerking met die afdelingen. En ik moet niet jokken, we krijgen de informatie op tijd. Okay. Het is natuurlijk, we hebben natuurlijk een pad moeten uitzetten voordat we eigenlijk hiertoe gekomen zijn. Maar net wat ik al eerder zei, het heeft zijn uitdagingen. Hè? Het verzamelen, het produceren van cijfers. En een van de uitdagingen is dat je vaak non-response hebt. Dat is bijvoorbeeld als je een surveys doet. Mm-hmm. Maar ook bij administratieve data, wat wij meestal hebben, is het ook dat men de dingen niet op tijd inlevert. En dat soort dingen, dat er fouten zijn in het bestand. Maar als het gaat om de samenwerking, hebben we er geen problemen mee. U vroeg ook naar de manier waarop we de data ontvangen. Ja. Oké, de meeste data van ons die we krijgen, verkrijgen we vanuit administratieve bestanden. Mm-hmm. En zoals we dat doen, we krijgen de data meestal per mail. Mm-hmm. Of het wordt gezet in een bepaalde share op in documents. Ja. En dan, dus dat is dus ruwe data. Dus daar kan je echt namen zien van personen en dat soort dingen. En wij gaan de data dan compileren en brengen hem dan in tabelvorm, zodat je dus geen namen en dat soort dingen ziet. En wat we ook hebben, is dat we ook andere secundaire data krijgen van instanties buiten het ministerie van Arbeid. Bijvoorbeeld een van de belangrijkste dataleveranciers voor ons is het ABS. Want kijk, zij hebben een grotere scope aan dataproductie. Ze hebben in principe ook vanuit de statistiekwet zijn zij dus eigenlijk ook de coördinator wat statistische activiteiten betreft, waardoor ze ook een breed scala aan arbeidsstatistieken hebben. En we hebben een hele goede samenwerking ook met hun, waardoor wij dus ook data van hun krijgen via hun publicaties. Omdat arbeid, SEC, arbeidsgerelateerde data heeft, misschien werkvergunningen, registraties die bijvoorbeeld het ABS of noem maar een andere instantie niet heeft, omdat zij die niet produceren. Maar we krijgen dus wel, als we vragen of de publicaties, dan hebben we de data wel. En we hebben ook vaak de medewerking, ook van andere organisaties, bijvoorbeeld ADEC of zo. Dan moet ik ook zeggen dat ik tot nu toe geen problemen heb ondervonden met hun. Dus in het verleden hadden we dus wel, maar voor nu, als we praten over de huidige situatie, moet ik zeggen dat we wel op een goede lijn zitten. Oké, dus je bent tevreden over... Ik ben algemeen tevreden, ja. Dus natuurlijk, net wat ik zeg, er zijn soms uitdagingen, maar ze overheersen niet. Dat je kan zeggen, oh nee, het is kopping. Oké, en als jullie die data hebben verzameld, wat doen jullie daarmee? Worden ze gepubliceerd? Hoe kan men toegang hebben tot die data? Oké, dat is een hele mooie vraag, Imro. Want kijk, een van de dingen van statistieken is ook dat ze relevant moeten zijn en dat ze toegankelijk moeten zijn. Dat is zijn twee van de principes die behoren tot die 10 fundamentele principes als je praat over officiële statistieken. En wij van de afdeling arbeidsstatistieken, zeg maar het ministerie van Arbeid, als men data opvraagt, we geven de data in tabelvorm. Wordt er natuurlijk even afstemming gepleegd, natuurlijk met de onderdirecteur. En dan kunnen de mensen de data natuurlijk krijgen, omdat de data, we zijn geen winstgevende organisatie of zo, dus we mogen de data niet verkopen. Maar de data wordt wel gegeven na afstemming. Ja, vooral studenten die komen vaak data, vragen vaak om informatie, dus die data wordt gewoon verstrekt. Ook bijvoorbeeld als er andere internationale organisaties zijn, wordt die data ook gewoon verstrekt. En de manier waarop we de data verzamelen, heb ik net al aangegeven. We kregen soms ruwe bestanden. Mm-hmm. Maar we verzamelen ook data door middel, dus we hebben ook secundaire data. Dat wil zeggen dat de data is die al verwerkt is in bijvoorbeeld tabelvorm door andere organisaties, bijvoorbeeld het ABS. Of het medisch bureau van arbeidsinspectie, die geeft ons ook data en het is al verwerkt. Het is al in tabelvorm, dus het is secundaire data. Wij hebben hem niet verwerkt. We kunnen hem eventueel herverwerken. Zo krijgen we de data ook.
We doen ook kleine onderzoekingen naar bijvoorbeeld arbeidsgerelateerde onderwerpen. Dat is dus primaire data. En die wordt dus verzameld door middel van interviews of door middel van enquêtes. Mm-hmm. En dan verwerken wij de data. Ja. Ook hoe het ministerie ook aan data komt, is door grote onderzoekingen bijvoorbeeld uit te besteden. Een voorbeeld daarvan is in 2017 het gehouden Child Labor Survey. Ja, ja. Daar waren we zwaar de beneficiary, mm-hmm. maar we hebben hem niet zelf gedaan. We hebben hem uitbesteed en we hebben dus zo de data dus ontvangen en de data is natuurlijk gepubliceerd. Dus dat zijn de manieren waarop wij de data ontvangen, maar grotendeels krijgen we data uit administratieve bestanden die wij zelf produceren en verwerken. En secundaire data herverwerken we soms wel. Oké, okay, dus die data die jullie verzamelen en publiceren, zou ik ook mogen zeggen, omdat we lid zijn van ILO, dat ja. we dus volgens normen en, mm-hmm. en zeg maar richtlijnen van de ILO dat doen. Mag ik tot die conclusie? Ja, we proberen zoveel als mogelijk de normen en richtlijnen van de ILO vast te houden. Kijk, de ILO heeft, als we praten over ILO en mm-hmm. als we praten over labor statistics, dan heb je een instrument van de ILO, dat is dus, je hebt conventies, mm-hmm. die zijn, daaraan moet je je houden. De landen die de conventie hebben geratificeerd. Hebben wij jammer genoeg nog niet geratificeerd, maar Imro, ik moet je zeggen mm-hmm. dat ondanks Suriname niet heeft geratificeerd, moet ik zeggen dat als, ik zit al 14 jaar erin, moet ik zeggen dat we toch wel op grote schaal proberen om de dingen die in de conventie voorkomen en de recommendation, dat is ja. de R170, dat we toch proberen om die hoog in het vaandel te houden. Ja? Vooral als ik kijk naar andere statistiek producerende mm-hmm. organisaties, dan zeg ik van nee, we proberen de dingen in hoog in het vaandel te houden. En om verder te gaan, het ILO heeft ook standaarden met betrekking tot dataclassificatie. Mm-hmm. En dat gebruiken wij op arbeidsstatistieken. Je hebt de klassificatie voor beroepen en je hebt de klassificatie voor economische activiteiten. Ja, ja. Dus economische activiteiten, dat is alles wat men ontplooit om geld te krijgen in natura of natuurlijk ook gratis. Maar we gebruiken dus de laatste klassificaties. Voor de beroepen is dat 2008 en voor de economische activiteiten is dat revision 4. We proberen ook zo'n beetje mee te gaan met de nationale coördinator wat betreft statistiekwezen in Suriname om te kijken van hé, wat gebruiken zij en dan kunnen wij dat dus ook toepassen. Dus ik moet aangeven dat we vanaf 2015 zijn overgestapt op deze twee nieuwe standaarden en dat we dus eigenlijk dus zo onze statistieken ook vergelijkbaar kunnen maken, ook op internationaal vlak. Want kijk, als ik een andere revisie gebruik en Jamaica gebruikt een andere revisie, dan kunnen we de statistieken niet vergelijken, toch? Omdat ze niet naar hetzelfde instrument zijn ingedeeld, zeg maar. Dus ik moet zeggen dat wij, als we het specifiek hebben over arbeidsstatistieken, we proberen ons wel te houden aan die richtlijnen. Sowieso met betrekking tot de standaarden. En ook met betrekking tot de publicatie, het ja. uitbrengen van de data, omdat ILO ook aangegeven, bijvoorbeeld, ik noem maar een voorbeeld, statistieken over bedrijfsongevallen staat dus duidelijk in die convention en ook in de recommendation dat je tenminste eenmaal per jaar zou moeten publiceren. En het ministerie voldoet daaraan, want we hebben elk jaar bedrijfsongevallencijfers die we kunnen presenteren. Maar hoe publiceren jullie dat? Wij krijgen die data, dus van het medisch bureau. Maar ik moet wel zeggen dat we hebben sinds 2014, als ik hem goed heb, hou me ten goede, of 2014, zijn we eigenlijk overgestapt om eigenlijk de data te publiceren, dus in een publicatie. En dus we hebben dat natuurlijk wel aangeboden aan de leiding. Dat behoorde in principe niet tot een taak van arbeidsstatistieken, maar we hebben een beetje een verruiming ondergaan. Ja. Omdat we zeggen van, als je de data produceert, moet het eigenlijk, je moet het in een publicatie ja. brengen. En daar hebben we ook een stukje analyse aan gekoppeld, zodat de lezer ook kan zien van, hey, het verhaal achter de data. Dus al met al... Wordt die data ook geïnterpreteerd door jullie? Juist, dat het wordt geïnterpreteerd, ja. We geven een eenvoudige analyse van de data. Bijvoorbeeld als men ziet
Ik noem een voorbeeld, dat je bijvoorbeeld kan zeggen van er zijn in zo'n beroepsgroep heb je zijn er zoveel werkvergunningen uitgegeven. En dit zijn bijvoorbeeld de beroepen waarvoor. Dus dan gaan we een beetje dieper in op de data. We gaan de dingen in percentages uitdrukken. Van zoveel procent is man, zoveel procent is vrouw. Dit zijn de economische sectoren. Dit is het procentueel aandeel van de economische sectoren waarin zo'n iets zich voordoet. Vacatures of wat dan ook. Dus we proberen dan niet alleen de cijfers, maar dat we ook een verhaal eraan koppelen. Ja, precies, ja. Maar dat is ook het belang van arbeidsstatistieken. Hè? En eigenlijk is er een ruimer begrip, arbeidsmarktinformatie. Toch? En dat is de cijfers en de analyse. Toch het kwalitatief gedeelte waarbij men kan zien, hey, wat is de gedachte achter dat cijfer. Dus ik moet zeggen dat we wel ons best doen om dat zo goed mogelijk naar buiten te brengen. Oké, en als men, zeker mensen die in het buitenland zeg maar, wonen en werken, hebben zij die mogelijkheid om online aan die informatie te komen? Oké, we hadden in het, zeg maar, de afgelopen jaren, zijn we wel begonnen, dat is in 2012. Zijn we begonnen om met de afdeling voorlichting hebben van het ministerie. Leverden we dus data aan, die dus werd geplaatst op de website, de GOV-website. Maar vanwege recente revisie, denk ik, van de site, dus is de afdeling natuurlijk weer bezig om de data weer op te laden, omdat de data weer in een ander format moet worden gezet. Maar dat gaf al aan dat onze data gewoon internationaal toegankelijk was. Omdat, ik zeg was, omdat men nu nog even bezig is om de data weer op te laden. Dus dat is wat we doen, eigenlijk in aanloop op dat wat het ministerie eigenlijk ook wil bereiken. En dat is het opzetten van een arbeidsmarktinformatiesysteem. Ja, daar wil ik naartoe. Jullie toekomstplannen, wat gaan jullie wat mogen verwachten? Oké, dus wat ik kan zeggen, Imro, is dat het ministerie heeft in de planning om een arbeidsmarktinformatiesysteem op te zetten. Ja. Zodat beleidsmakers, studenten, noem maar op, alle belanghebbenden vanuit hun pc of vanuit hun mobiel kunnen zeggen van hey, ik wil weten hoeveel werkvergunningen zijn eigenlijk verleend aan Filipijnen. Ja. En dan kan ik gewoon vanuit mijn mobiel of mijn pc kan ik dat checken. Ja? Dus dat houdt in eenvoudige termen een arbeidsmarktinformatiesysteem in dat data, arbeidsstatistieken, maar ook andere data, economische data, dat die vanuit een bepaalde database, vanuit een website, kan toegankelijk is voor de normale burger, maar ook de mensen die zeggen, hey, ik wil consultant zijn of ik wil onderzoek doen. En dat is in principe, dat is wat eigenlijk nu hoog in het vaandel staat, en ook voor arbeidsstatistieken. Wat ik ook erbij kan zeggen, vanuit de CARICOM is er sinds 2015 ook een initiatief genomen om de verschillende CARICOM-landen bij elkaar te brengen, om dus ook een arbeidsmarktinformatiesysteem zeg maar te hebben. Maar dat is dus op regionaal vlak, hè? Dus het heet het Regional Labour Market Information System. En nu zijn wij als Suriname, we zijn al een beetje zo ver, omdat het enige dat we nog moeten doen, we moeten MOU tekenen met relevante stakeholders, maar ik moet zeggen dat de mensen trots mogen zijn op Suriname wat betreft het aanleveren van data. Omdat van de 34 indicators die moeten worden aangeleverd in dat systeem, Suriname 22 heeft. Toch, dus we zitten eigenlijk bijna op 65% van het aantal indicators. En dat is voor ons, zien we het al als een begin van hey, we komen naar die nationale. Maar we hebben ons alvast gecommitteerd om data aan te leveren in die regionale. En wanneer dat zover is, dan komt er ook een launch natuurlijk, waarbij het publiek meer zal horen. Wanneer denk je dat het zover is? Nu zitten we nog even in een challenge om de MOU te tekenen. Kan nog een tijdje duren, denk je? Ik laat het veilig nemen. Ja, dat we het misschien eerste kwartaal van het komend jaar dat we dat hebben verwezenlijkt. Wij natuurlijk van onze kant, we proberen er alles aan te doen om dat te verwezenlijken. Maar wat de kijker ook moet weten, wanneer je het hebt over data en productie van data, dat het niet alleen zeg maar het ministerie van Arbeid is of de afdeling arbeidsstatistieken, er zijn stakeholders.
En die moet je ook aan boord krijgen om een bepaald ding te verwezenlijken, met name een arbeidsmarktinformatiesysteem. En het ministerie van Arbeid alleen gaat geen arbeidsmarktinformatiesysteem kunnen opzetten of kunnen zeggen wij zijn het. Nee, want er zijn zoveel andere statistiek producerende organisaties. Dus, maar we zijn positief en we doen wat wij moeten doen. Oké, mooi. Die afdeling, hoe groot is die afdeling? En zijn er nog andere taken die de afdeling uitvoert? Ja, we zijn, even kijken, we zitten met z'n vieren op de afdeling. En natuurlijk hebben we andere taken hoor, Imro. Een van de taken is natuurlijk ook dat als andere afdelingen wat problemen hebben met het opzetten bijvoorbeeld van een database of van bestanden, dat wij dat natuurlijk ook dat we moeten helpen. Ten aanzien van, van internationale standaarden en klassificaties op het gebied van arbeidsstatistieken is dat ook een van de taken om die bij te houden en natuurlijk zo nodig ook te implementeren op de afdeling. Net wat ik al zo net zei, dat is al overduidelijk. We verwerken data, we produceren data, we herverwerken data waar nodig. En wat ik al eerder aangaf, een van de taken die een beetje nieuw is, er zijn meer hoor Imro, er zijn bijna 12 taken, maar we gaan de kijker daarmee niet vermoeien, ik neem gewoon de hoofdtaken, is dat we de data analyseren en publiceren. We hopen natuurlijk dat met de toestemming van de leiding dat een groter publiek toegang kan krijgen tot de publicatie. Ja. Maar we hebben in elk geval van de afdeling heeft een startpunt gemaakt van hey, we gaan de data zetten in een, gieten in een publicatie waarbij niet moeilijk, heel eenvoudig. En dat men dan kan lezen en kijken van hey, dit zijn de meest relevante statistieken die we produceren. En daarvan kan men de cijfers dan krijgen. Heb je het gevoel dat onze beleidsmakers, politici, bestuurders, investeerders, ondernemers, dat ze het belang van statistieken inzien? En misschien algemeen hoor, misschien niet specifiek arbeidsstatistieken, maar in het algemeen. En ik stel je die vraag omdat jij dat zou kunnen weten, want jij weet wie de mensen zijn die die komen vragen naar die data. Ja. Dus op basis daarvan kan je wel een conclusie trekken. Ja, dat is kijk, zo. Als ik zo, misschien zit ik ernaast hoor, maar soms heb ik de indruk dat die groep niet echt het belang ziet van arbeidsstatistieken. Maar ik kan het mis hebben, dus je mag me corrigeren bij deze. Oké, eerlijk gezegd, wat ik moet zeggen, Imro, kijk, statistiek is een wetenschap op zich. En wat ik merk is dat eigenlijk meer specifieke groepen die het belang achten en kennen van statistieken, het zijn meer echt mensen die ook wel opereren in dat gebied. Economen, studenten, consultants. Maar dat er echt een algemeen en brede oriëntatie is en besef van hey, data is belangrijk. Het wordt wel gezegd. Maar ik heb persoonlijk niet het idee en het gevoel dat men daar echt aware van is. Maar misschien moet ik dat ook aangeven, Imro. Ik denk dat ik een voorstel kan doen. Kijk, we kregen op school rekenen. We kregen rekenen, want het is eigenlijk ook een basis voor statistiek. Maar het statistisch denken in wat is het procentueel aandeel van zoiets en zoiets, want dat is al statistisch denken. Yeah. Dat moet waarschijnlijk een beetje meer worden gestimuleerd vanuit de schoolbanken. Yeah. En dat men echt wat meer interesse kweekt in het statistisch denken. En dat denk ik wel, dat men dat het zal komen, maar het moet een nationaal ding zijn natuurlijk. Wij proberen van ons kant wel te doen wat wij moeten doen als arbeidsstatistieken en ministerie van Arbeid. Andere instanties doen ook hard hun best. Maar je ziet toch dat dit, als je praat met de algemene, de normale general burger, dan lijkt dit gewoon een ver van hun bedshow. Ja, ja. Statistieken, nee, weet je. En, die indruk heb ik wel, hoor. Ja, die indruk heb ik. Dus er is werk aan de winkel. Er is werk aan de winkel. Ja, waarbij we een beetje meer aan het bewustzijn moeten, bewustwording moeten werken. We hebben, zeg maar,
een start gemaakt hiermee, met dit programma. Ja. Zeker als het gaat om arbeidsstatistieken. Voor mij heel belangrijke informatie. Want ik werk op het ministerie ook zo lang en ik weet dat je bezig bent met arbeidsstatistieken. Maar eigenlijk niet echt zeg maar, het besef van hoe relevant en belangrijk die statistieken zijn voor onze ontwikkeling. Als land op elk niveau. Mm-hmm. Dus heel belangrijk. Ja. Tot slot, Naomi, heb je een boodschap in de richting naar stakeholders? Ja, ik heb een boodschap in de richting van stakeholders. Mm. Kijk, een belangrijke quote zegt, without statistics, you're just another person with an opinion. Mm-hmm. En dat geeft aan dat wanneer je wilt praten over feiten, over evidence, mm-hmm. dat je statistieken moet hebben, dat je betrouwbare, relevante, tijdige statistieken moet hebben. Yeah. En als je die statistieken niet hebt, dan kan jij kan je bijvoorbeeld geen beleid maken of dan kan je bepaalde trends niet zien. Dus ik wil een beroep doen op instanties die in het vervolg of in de toekomst worden benaderd door het ministerie van Arbeid om hun medewerking te verlenen. Toch? En ook de instanties die al hun medewerking verlenen, wil ik zeggen van hieruit bedankt. En we gaan verder met die samenwerking. Mooi. We hadden vandaag in Rocco Aversie Naomi Esaias Frippersen. Ze is hoofd van de afdeling arbeidsstatistieken op het ministerie van Arbeid. Arbeidsstatistieken, u heeft dat gehoord van Naomi. Arbeidsstatistieken zijn onmisbaar voor de ontwikkeling van ons land. Hè? Op het vlak van sociale ontwikkeling, economische ontwikkeling. Op elk niveau zijn arbeidsstatistieken dus heel erg belangrijk. We doen daarom, zoals Naomi net een beroep op de stakeholders gedaan heeft, om informatie, wanneer het ministerie u zeg maar, benadert voor informatie, om die informatie te delen met het ministerie of ter beschikking te stellen aan het ministerie. We hebben in het programma intussen begrepen dat dat goed gaat. Maar dan nog doe ik het beroep op stakeholders en zeker toekomstige stakeholders, wanneer we ze gaan vragen naar die informatie, dat ze die medewerking verlenen. Betrouwbare statistieken, die zijn, ik heb al eerder gezegd, belangrijk voor de ontwikkeling. Maar een aspect dat we niet moeten vergeten, dus kijk, wanneer we plannen maken in dit land, is er één ding dat steeds speelt. Hè? Men wil, en zeker die samenleving of de tegenpartij, mensen die zeg maar tegenover een of mensen bij wie je een plan zou willen verkopen, mensen willen vertrouwen hebben. En wij moeten ze dat vertrouwen kunnen geven in dat plan door te komen met betrouwbare statistieken. Dus in dit geval arbeidsstatistieken. Dus heel erg belangrijk, mensen, werkt u mee als er vanuit het ministerie een beroep op u wordt gedaan. We zijn bij u terug met een nieuwe aflevering van het programma Rocco Aversie. De volgende week.